Bent u toe aan een nieuwe badkamer of een cv-ketel? Wij verzorgen het compleet voor u. Ook voor kachels, haarden en schouwen kunt u bij ons terecht. Bezoek onze uitgebreide showroom of kijk op de website. Philip van den Berg namens muziekvereniging VELP. Zondag 13 oktober, open podium. Wat houdt dat in? Nou, een open podium organiseren we voor regionaal muziektalent. Vooral voor eigenlijk alleen maar zang. En we willen de drempel zo laag mogelijk houden. Dus iedereen die een talent heeft op het gebied van zingen. En waar het dan ook om gaat. Verschillende stijlen muziek. Noem maar iets op. Opera, Nederlandse levenslied. Of modern. Het maakt allemaal niet uit. Iedereen mag meedoen. Dat is voor jullie de eerste keer? Dat is voor ons de eerste keer, ja. Wat gaan jullie daarvan verwachten tot nu toe? Nou, wij verwachten natuurlijk heel erg veel. Een leuke opkomst aan muzikaal talent. En natuurlijk ook publiek. De begeleiding, hoe ziet die eruit voor de eventuele deelnemers? Nou, de deelnemers die moeten een begeleidingsband, een muziekband verzorgen. Of als ze dat willen, is er een piano aanwezig waarop dat ze zichzelf kunnen begeleiden. Ze krijgen daar ook begeleiding in van jullie, van jou? Nou, die begeleiding die bestaat eigenlijk hoofdzakelijk uit het verzorgen van professioneel geluid. Professioneel zaalgeluid. De soorten muziek, zei je net al, kun je nog wat meer aangeven van dat mensen geïnteresseerd raken? Nou ja, goed, je kan je voorstellen dat je zelf in een bandje zingt of dat je zangles hebt en dat je je wilt profileren naar het publiek toe. En dan maakt het eigenlijk, zoals ik net al zei, eigenlijk niet uit wat voor muziek dat je zingt. Als je kunt zingen en je wilt je aan je publiek vertonen, dan is dit de middag waarop je kunt doen. Solo, duo enzovoort? Ja, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. We hebben een aantal microfoons tot onze beschikking, dus als je met meerdere bent, mag dat ook. Waar kunnen de belangstellenden nog meer informatie vinden over dit gebeuren? Nou, ze kunnen mailen naar openpodiumvelp@gmail.com. En daar kun je informatie opvragen of je kunt een inschrijfformulier aanvragen. Kun je de locatie nog iets nader toelichten? Ja, de locatie is op het voormalig terrein van de Binkhof in Velp. En het gemeenschapshuis Het Trefpunt. Het begint om 13:30. En op 13 oktober.